aan de slag in de hof. Zeki gaat vandaag aan het werk in de supermarkt. Zijn wekker gaat al vroeg, want hij moet om 7:15 in Hengevelde zijn. Naast zijn ontbijt maakt Zeki alvast zijn lunch klaar, zodat hij ook tussen de middag iets te eten heeft. Zeki moet om 7:15 op zijn werk zijn, daarom vertrekt hij op tijd. Hij zorgt dat hij niet te laat komt door bijvoorbeeld een rood verkeerslicht of gesloten spoorweg. Tip: in Nederland spreek je mensen, als je ze kent en ze dit goed vinden, al snel aan met hun voornaam. Op zijn werk aangekomen maakt Zeki zich klaar om te beginnen met werken. Hij groet zijn collega's, trekt zijn kleding aan en gaat aan de slag. Vandaag begint Peter, een nieuwe collega. Zeki stelt zich aan hem voor. Oh, wacht! Hij is in Nederland, dan stel je op een andere manier voor. Dus geeft hij een stevige hand en kijkt hem aan. Bram vraagt Zeki om te beginnen met het spiegelen van de kopstelling. Zeki knikt eerst, maar hij kent het woord kopstelling niet. Daarom vraagt hij aan Bram wat hij precies bedoelt. Dat is geen probleem en Bram legt het uit. Tip: zeg geen ja als je iets niet begrijpt en wees niet bang om vragen te stellen. Als Zeki naar achter loopt om een nieuwe kar te pakken, ziet hij dat er kratten met vlees buiten de koeling staan. Dat is niet goed. Hij vertelt Bram wat hij heeft gezien en vraagt of hij het vlees in de koeling moet zetten. Tip: als je vragen stelt en meedenkt, laat je zien dat je gemotiveerd bent. Bram geeft Zeki een compliment, omdat hij zo goed heeft meegedacht. Tijd voor de lunch. Zeki gaat bij zijn collega's zitten en pakt zijn meegebrachte lunch uit. Er wordt gezellig gepraat. Tip: het wordt gewaardeerd als je interesse toont in je collega's en bijvoorbeeld vraagt hoe het met hun gezin gaat of wat ze in het weekend hebben gedaan. Dan wordt Zeki gebeld door een vriend. Hij verontschuldigt zich even en loopt naar buiten om met hem te praten. Tip: bellen tijdens je pauze is geen probleem, maar vergeet niet om ook met je collega's te praten. De pauze is voorbij en Zeki gaat verder met zijn werk. Zeki is klaar met zijn werk. Als hij zijn jas aandoet, ziet hij een appje van de tandarts. Hij moet er vrijdag om 8:45 zijn en dat betekent dat hij niet om 9:00 op zijn werk kan zijn. Zeki overlegt met Bram of hij vrijdag iets later kan beginnen. En dat is geen probleem, als hij er maar zo snel mogelijk is. Tip: als je naar de tandarts of huisarts moet, geef het dan zo snel mogelijk aan. Wacht niet tot het laatste moment en zorg dat je zo snel mogelijk op je werk bent. Zo, nu is het echt tijd om naar huis te gaan.